We zijn in de jaren 70 in de 6e klas, wat nu groep 8 is. Komt vandaag een nieuw meisje op school. Goedemorgen jongens en meisjes. Goedemorgen meester Albert. Vandaag is het een bijzondere dag, want er komt een nieuw meisje in de klas. Oh. Ja, ik vind het ook heel spannend. Ik ga even kijken waar ze blijft. Hey, jij bent Michelle. Ja, ik ben Michelle en ik kom hier voor het eerst. Ja, kom maar. Zo, dat is echt de mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Ja, ja. In de pauze was het nieuwe meisje het gesprek van de dag. Ze heeft ook echt hele mooie blonde haren. Ja, ja. Ja, en die ogen dan ook, hè? Ja. Zo. Ik vind Michelle ook een best wel mooie naam eigenlijk. Echt Frans of zo. Ik zag haar net even en ze was aan het praten. En ze was best wel aardig. Ja. Jongens, ik moet jullie echt wel bekennen. Wat zeg dan? Zeg. Voor ik moet even controleren. Ik ben gewoon echt voor het eerst verliefd. Ga je er vragen? Ik weet niet wat het is, maar het moet gewoon. Een paar dagen later waren de meiden uit de klas aan het praten over iets wat ze gehoord hadden. Stil. Volgens mij gaat die verkering vragen. Ja. En wat ga je dan zeggen? Weet ik echt niet. Ja. Max was aan het wachten op het juiste moment om verkering te maken. Max, ik heb haar daar gezien bij de fiets. Ze is haar fiets mee aan het pakken. Ik kan er nu in. Zijn vrienden hadden beloofd om het tegen niemand te zeggen, zodat niet de halve klas ging meekijken. Max, gaat straks verkering vragen. Echt waar, waar gaat hij dat doen? Ja, daarachter bij de fietsenstalling. Volgens mij kunnen ze dan even vanuit de kleuterklas gaan bekijken. Ja, dat is echt niet idee. Kom, let's go! Jongens, hier ben ik. Hey Michelle. Hey Max. Ja, ik weet niet, maar ik vind je gewoon echt super leuk. Echt waar? Nou, ik vind jou ook best wel leuk hoor. Oh, zou je wel verkering met me willen? Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Zullen we dan eventjes een stukje gaan wandelen? Oh, dit is mooi! Kijk, allemaal heel mooi. Een meisje en een jongen die worden verliefd, geen veldje aan de lucht. Ja, na de verliefdheid dan kan het snel gaan. Je gaat studeren, samen reizen, avonturen meemaken. Daarna ga je trouwen en dan komen er kinderen. Ben je nou nog niet klaar met het voeden van de baby? Ja, het duurde allemaal wat langer en ik moet straks ook nog naar het voetbal, dus. Moet je nou alweer met je vrienden naar het voetbal? Het is al de 7e keer deze maand. Ja, het is een belangrijke wedstrijd. We kunnen derde worden na competitie. Al die voetbalwedstrijden van jou zijn belangrijk, maar is ons kind dan niet belangrijk? Ja, ik heb wel de hele dag voor het kind gezorgd. Zorg jij er nu maar eens voor. En jij zorgt er de hele dag voor omdat je werkloos bent. Denk je dat ik daarvoor heb gekozen om werkloos te zijn? Ja hoor, loop maar weer weg voor je verantwoordelijkheden. Oh, lieve Nienke, ben je zo aan het huilen? Ruzies zijn natuurlijk heel normaal, maar het kan ook te ver gaan. Als er natuurlijk geen communicatie is en de ruzies escaleren, dan is dat natuurlijk ook heel slecht. Het is slecht voor het ouders, maar zeker ook voor het kind. Praten we dan over mishandeling? Nee, nog niet. Maar het moet niet veel erger worden. Helaas werden de ruzies wel erg en de kleine Nienke groeide tussen alle ruzies verder en dat had natuurlijk effect op haar. Het is 2017 en Nienke zit nu in groep 8 en valt regelmatig in de klas in slaap. Klas, jullie mogen zelfstandig werken. Als jullie vragen hebben, mogen jullie stellen. Juf! Ja, wat is er, Fina? Nienke is in slaap gevallen. Nienke! Hey, is alles goed met je?
Mijn ouders hebben echt vaak ruzie en dan kan ik niet goed slapen. Dat is heel vervelend. Wil je dat ik hulp ga zoeken? Nee hoor, juf, dat hoeft echt nog niet. Als er wat is, kan je altijd bij me komen, hè? In de pauze lucht Nienke haar hart bij goede vriendinnen. Het is echt heel erg. Mijn ouders maken de hele tijd ruzie. En ze zijn wel gescheiden. Maar mijn vader komt dan de hele tijd langs. En dan in de avond schreeuwen ze naar elkaar en dan gaan ze slaan. Word jij dan ook geslagen? Nee, ik niet. Maar ze slaan elkaar. Kijk, ik heb een stukje opgenomen. Willen jullie het zien? Ga je nou alweer slaan? Ik heb je nooit geslagen. Jawel, daarom mag ik me toch gewoon niet meer zien. Ik heb je nooit geslagen. Jawel, ga weg. En zo zie je dat ouders die vroeger zo verliefd waren en een mooi en lief kind hebben, elkaar kapot willen maken. Maar de haat voor een ex-partner is dan sterker dan hun liefde voor hun eigen kind. We moeten er echt iets aan doen, want jij bent volgens mij niet de enige. Soms zou ik zo willen dat ze mij slaan, dat ze niet elkaar naar elkaar slaan. Misschien kunnen we een conferentie erover houden of zo. Ja, we kunnen deskundigen uitnodigen. Ja, en ouders zijn verplicht om te komen. Ik ken wel iemand die we kunnen bellen. Goed idee. Met de deskundige tegen kindermishandeling. We willen op 23 november een conferentie organiseren. Zou je willen komen? Jongens, kunnen wij 23 november naar een conferentie tegen kindermishandeling? Ja, zeker. Waar is die conferentie? Ja, dat is een goede vraag. Waar is die conferentie? Ja, het is op de Oostmaaslaan 950. We zullen het dan in onze agenda zetten en we zijn er zeker bij. Ja, het is geregeld. Fijn. En wat is het advies, dokter Maastad? Wat is het advies aan al uw collega's hier? Om niet ruzie te maken met je partner en zorgen dat je kinderen moet doen. Stil. Volgens mij gaat hij verkering vragen. Heel goed. Ja, ik hoorde ook dat hij wou vragen bij het fietsen. Ik wou zeggen. We willen op 23 november een kan. Moet je nou alweer met je vrienden naar je. Sorry. Even wachten, een beetje naar achteren. Even niet, ja, nog niks doen. Ja, nog niks. Ja, gewoon kijken, er is nog niks aan de hand. Er is nog niks aan de hand. Het wordt nu een beetje spannend. Het wordt nu spannend naar voren. Ja, oké. Ze hebben nu ja gezegd en lopen hand in hand weg. Gezellig. En 3, 2, 1, kom maar. Ja, lijkt me gezellig. En dan pak je elkaar zijn hand en lopen jullie daar. Even wachten, nee, nog niet. Ik hou die fiets wel weg. Als er natuurlijk geen... Terwijl een kind een moeder en een vader nodig heeft. Ja, maar niet halverwege naar mij kijken of je het goed hebt gedaan. Ja, gewoon in de camera blijven kijken. Kijk, dus ze zijn natuurlijk heel... Als we wel gewoon naar zo'n ding gaan. Oké. En 3, 2, 1, kom. Ja, kijk, dus ze zijn natuurlijk heel normaal. Wacht heel even, ik zal het heel even vragen. Jongens, kunnen wij 23 november naar een Ja, Beatrice, heb je helemaal gezegd. Ja. Sorry, maar ik...